Een tweede verzoek inderdaad. En eigenlijk wel een mooi bruggetje. Want als we paal en perk stellen aan de massale immigratie, dan hoeven er ook de komende jaren geen miljoen woningen gebouwd te worden in Nederland. En gisteren verscheen een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw, waarin er schaamteloos voor gepleit wordt om een groot deel van die woningen te bouwen op onze kostbare, vruchtbare landbouwgrond. En dat dit rampzalige gevolgen zou hebben voor onze boeren, dat staat buiten kijf. En daarom wil ik een debat met zowel de minister van Landbouw als met de minister van Binnenlandse Zaken om dit rampscenario te kunnen voorkomen. Dank u wel. Is er steun voor dit verzoek? Mevrouw Agema, PVV. Steun. Mevrouw van der Plas van BBB. De andere microfoon. Ja. Natuurlijk steun. Steun. Dit debat. Dat is helder. De heer Van Baarle van Denk. Voorzitter, volgens mij de 24e is een commissiedebat woningbouwopgave. Kan het prima besproken worden? Mevrouw Tellegen, VVD. Geen steun. De heer Stoffer. Daar sluit ik me ook bij. Geen steun, commissiedebat. Mevrouw Den Haan. Ook geen steun, maar naar het commissiedebat. De heer Geurts van het CDA. Ja, ik verwijs ook naar het commissiedebat en geen steun. De heer Van Weyenberg, D66. En dat geldt ook voor mij. Mevrouw Beckerman, SP. Ja, voorzitter, ik ben heel erg voor een debat hierover, maar er staan inderdaad al wel heel veel commissiedebatten. Dus ik denk dat het beter is om aan te sluiten bij het voorstel van Denk. En dat doe ik ook namens de PvdA. De heer Segers, ChristenUnie. En dat lijkt me ook beter dan een plenair debat. Dank u wel, mevrouw Van Es. Het lijkt mij ook beter. U heeft ook geen steun voor dit, maar wel een commissiedebat over dit onderwerp. Dan hoop ik dat daar ook de minister van LNV bij kan zijn. Kunt u via de procedurevergadering een verzoek daartoe doen? Dank u wel. Ja,